Patrick, na de wedstrijd Spitters tegen Hoek. Een wedstrijd, een moeilijke wedstrijd tegen een moeilijke tegenstander, denk ik. Een goede tegenstander. Wat een moeilijke wedstrijd was, ja. Zo bedoel ik het eigenlijk. Ze spelen vrij compact en dan is het lastig er doorheen voetballen. Wat hadden we anders of beter moeten doen om toch tot een resultaat te komen? Nou, ik denk wat je wil is dat je in ieder geval zorgvuldig bent in het opbouwen. Dat waren we natuurlijk, ja, de eerste minuut soms al voor de goal, maar dat waren we de eerste helft natuurlijk wel. We waren wel goed aan de bal en als zij dat niet willen, ja, dan moeten wij wel proberen daar ergens hoger op het veld te komen, maar niet ten koste van alles. Dat deden we wel aardig, denk ik. Hè? We zitten natuurlijk in wedstrijd 5 pas, maar dan kom je achter. En als je tot kansen wil komen, ja, dan moet het hoger op het veld. Dan is het moment van lopen en geven, dus afstemming, ja, dat is zo, moet zo goed op elkaar afgestemd zijn, omdat het zo compact is. En als je er heel veel risico in gaat nemen, dan kom je iedere keer in de omschakeling en je hebt gezien tegen deze ploeg, dan die leggen jou lang. Dus het is iedere keer een afweging, je moet risico nemen, maar je moet ook zorgen dat de ene wedstrijd blijft. Dus ja, lastig. Ja, het zijn dus afwegingen die je moet maken, ja. Risicoloos voetballen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nou, maar de risico's afwegen die je moet nemen. Waar je het wel aan niet kan doen. Ja, ja. Maar maakt het dan ook dat je daardoor minder kansen gaat creëren? Ja, kijk, als je heel veel risico neemt, wordt de kans groter dat je alleen... Wij laten natuurlijk veel meer ruimte in onze rug dan dat zij laten. Dus ja, tegenhouden is gewoon makkelijker als creëren. Ja, dan wil je één ding niet, je moet niet achterkomen tegen zo'n ploeg. Daarom was ik wel tevreden over dat we het geduld hielden. Dat we niet vooruit kunnen. Ja, we komen wel een aantal keer vooruit, maar dan... Ja, dan is de keuze van de speler, is alles bepalend of je, maar ja, dat vond ik ons veel te gehaast in de laatste fase van balbezit. Daar waren we zover en dan wilden we ook met één pas wilden we iets creëren. Hey, daar moet je ook doorvoetballen. Ja, ja. Dat was niet op orde, dat was niet goed genoeg. Nee, niet goed genoeg. Eigenlijk is het een troosteloze middag met troosteloos weer. Troosteloze omstandigheden. Hoe kijk jij daarna? Of ben je alleen maar bezig met voetballen? Nou, wij moeten, als ik hier bij Sportlus ben en als ik over Sportlus nadenk thuis, en zoals vandaag, dan gaat het inderdaad alleen maar over voetballen. Ja, alleen eromheen ontkom je er gewoon niet aan dat je met allerlei dingen geconfronteerd wordt waar we allemaal last van hebben. Maar ja, weet je, natuurlijk is het vandaag troosteloos. Maar aan de andere kant, je kan er natuurlijk wel van een hele troosteloze situatie proberen wel het beste van te maken. En als je dan een goed resultaat had of je ziet een goede wedstrijd, dat is een enigszins nog troost. We moeten dus ook niet denken, ja, nu hebben we verloren, dus alles is kut, weet je wel. Het is gewoon derde divisie, is gewoon een goede tegenstander. En we hebben niet de kwaliteit, nu nog, dat we er even zomaar doorheen fietsen. Nee, het is inderdaad derde divisie, het is niveau en daar moeten we zeker aan wennen. Ja. Voor aanstaande zaterdag staat de wedstrijd van Barendrecht op het programma. Gaan we daar naartoe, denk je? Of, Je stelt mij die vraag met een reden. Ja. Ja, ik zet mijn geld er niet op. Nee, wat dat heb ik ook niet trouwens. Nee. Maar wat verwacht je deze week? Afhankelijk van wat de maatregelen doen. Ik denk, volgens mij zit de club weer onderling. Ik denk als de regering zegt dat we mogen blijven voetballen, denk ik dat we gaan voetballen. Ja. Dat denk ik. Ja, wat ik ervan vind, ja. Je wilt enigszins wil je blijven voetballen, omdat er al zoveel dingen zijn die niet meer kunnen. Nou, anderzijds, normaal ben je met zo'n wedstrijd bezig, bereid je hiervoor. Non-stop ben je er wel bewust van dat er weer iets kan gebeuren. En vanochtend weer spelen moest er getest worden omdat ik klacht had. Je weet echt, bij wijze van spreken, op dinsdag niet. En donderdag ook niet, hoe je selectie op zaterdag eruit ziet. Dat is wel lastig. En dat is wel lastig. Gelet op deze wedstrijd denk ik dat er van de week, als we gaan trainen, dat je nog wel even wat te doen hebt. Wat heb ik te doen dan? Nou, ik denk dat je een goede evaluatie met die mannen gaat houden. Je impliceert nu dat het één groot drama is. Nee, ik impliceer helemaal niks. Ja. Alleen, maar die vraag heeft mij vorige week niet gesteld toen we 0-2 wonnen. Nee, maar toen vond ik het ook niet best. Toen was het misschien ook niet best. Nee, dus wij evalueren altijd. Ja, en dat is niet anders dan de afgelopen weken. Maar niet omdat we nou verloren hebben, moeten we nou in de stress raken. Nee, maar ik denk wel dat je deze wedstrijd gespeeld hebt en dat je er een les uit kan halen. Ik hoop dat we dat iedere wedstrijd doen, ook die we winnen.
dan gaan we daar even vanuit. En wens ik je ondanks deze wedstrijd toch een fijn weekend. Is goed, vriend. Dank je.